Pierre de Wet. Ons ken hem vandaag als een van Zuid-Afrika's zilverdoekveteranen. Een van die vaders van die industrie. Hij was bij niemand anders als 21 plaatselijke rolprenten betrokken als ster, draaiboekschrijver of regisseur. Maar hij is ook een van ons toneelveteranen, want het is daar waar hij eindelijk met zijn loopbaan begint. Pierre de Wet, een kleurvolle mens, letterlijk en figuurlijk. Sy pa het ver geloop voordat hij in 1941 bij andere Huguenese geselskap aangesluit het. Maar laat Pierre liever zijn eigen story vertellen. Dit was omtrent zo 1919-1920. Ik was 10 of 11 jaar oud. Toen ik een avond naar die oude Pretoria stadzaal om een opvoering te zien. Dit was een opvoering van Die Vrouw van Zuid-Afrika. En die geselskap was zeker die heel eerste geselskap wat ooit getoerd het. Dit was Stellenbosch studenten. En in hierdie opvoering was mijn oom, Ben de Wet. Hij heeft die rol gespeeld van Paul Kreur. Hij is later toe rector van die universiteit op Bloemfontein. Die avond, ik moest zo half in die gang staan om te zien, want het is een platzaal, die mensen dans moest in stadzalen enzovoorts ook, om te zien. En ik weet niet wat gebeurt het nie. Dat het nog nooit weer met mij in mijn leven gebeurd nie. Maar een kiem het mij gebeet. En van die dag af, moet ik zeggen, wou ik net toneel toe. Ik heb natuurlijk nooit enige opleiding gehad, nie. Mijn pa zou mij doodgeslaan het. Want die toneel was erger als echtscheiding die dag. Maar stilletjes het ik daarom iets gedaan. En dit was vooral dans. Ik het geleerd dans. Ik was amper een balletdanser geweest. Trouwens, ik was de eerste mannelijke deelnemer aan de Johannesburgse Eisteddfod. Ik het waarachtig, ik denk, een koepermedaille of een ding gekregen, ik weet niet wat. Nie. In elk geval, zo stilletjes het ik gedanst, mijn pa weet niet daarvan, nie, baie dansvertoonings gegeven met een meisje bij de naam van Phyllis McDowell, ach, een lieflijke kind. En zodoende een beetje eten gegeven aan wat ik wil doen. Toen kreeg die bestuurder van die O'Grand Theater in Pretoria een briljante idee. Hulle, die eerste helft van die avond is een rolprint en die tweede helft is een toneelstuk of een revue. Daarin het ook deelgeneem. En ik heb daar gespeeld in een ding zoals East Lynn, geloof het is die wil. En ook een revue bij de naam van Memories of Yesteryear. Daar was ik natuurlijk weer die juvenile. En dit het geleid tot andere dingen tot uiteindelijk is daartoe een vacature in die African Theaters se opvoering bij de naam van Mercenary Mary. En ik heb toen daar aangesloten. Dit was het begin van mijn werkelijke, aanhoudende, professionele loopbaan. Ik heb een hele paar toeren doorgemaakt met African Theaters. En aan het eind van één toer in die Kaap, in die oude Tivoli, ons is toen die aan klaar. En daar was een jong geselskap met de naam van Dick Norton and his Globetrotters. En dat is precies zoals die naam gezegd. Hulle het die hele wereld plat gereden. China, Burma, net waar mens aan kan denken met die kleine groepie. Hulle het de revue natuurlijk. En hulle wou een jong kerel, die juvenile lead. Nee? En toen wil hulle, ek moet samen gaan. Toen vraag ik voor African Theaters of ik het kan doen. Nou, Zuid-Afrika, ach, het is maar klein. En African Theaters het gevoel, je kan niet aanhouden, maar diezelfde mensen voor die publiek komen. Nee? Toen zei voor die man, kijk, je kan voor hem nemen, je gezelschap, op voorwaarde dat hij zijn naam verander. Toen verander ik mijn naam naar Reg Lawson. Een groot grap, De Wet Lawson. En zo is ons toe Oost-Afrika toe. Ons op die skip. En al die oude dorpjes waar is nou met Idi Amin's affaire zo bij van Lees en Tebbi, Jinja, Kampala, ons het allemaal gespeeld. Die hele lot. Tot in Zanzibar ook gespeeld. Daar het ons gespeeld in die, we noemen het nou maar die badkamer van die harem van die sultan. Toen wel, hij was toen nog niet meer sultan, nee, maar dit was oorspronkelijk dit geweest. En toen is terug Zuid-Afrika toe en toen is ik oorzee. Ik kom daar aan met die grootste depressie wat ons nog ooit gekend het. Het was, wat was het, 1929. En die mensen wat ik nog gedink het, sal my nou verwelkom. Mensen wat ik hier geleerd ken het. Die zeggen mij,
van die eerste skip terug. Not a damn. Dit sal die dag wees. En ek hoor toe van audities by die Palace Theater in Cambridge Circus in Londen vir die Cat and the Fiddle toneelstuk. En die regisseur was 'n man met die naam van William Mollison. Ek skryf toe van 'n brief, kry 'n antwoord. En dit antwoord aan meneer Pierre de Alet. Want soos ek my naam skryf, die W se derde streepie, die lyk soos 'n L toe sien. Toe hy my aanspreek as de Alet, sê ek van nie, wag, ek moet eers vir jou verduidelik, my naam is nie de Alet nie, dis de Wet. Die son gaan op en hy sê, so, you must be a South African. Ek sê, ja. Hy sê, you know, your country was very good to me once. I toured out there with two shows, want ook nog die een se naam was Twin Beds. En as gevolg van die feit dat ek 'n Suid-Afrikaner is, in hierdie groot depressie waar die mense duisende werk soek, kry ek die werk. Net as gevolg daarvan. Na die show, nie dink die toneel, is ek toe op toer met 'n ander een met die naam van Wild Violets. Ons het 17 maande lank getoer met die stuk. En toe breek die oorlog uit. En toe moes ons uit, want hulle het oor die radio gesê, almal wat nie vaste betrekkings het in Engeland nie, die moet terug, hulle het genoeg monde om te voer. Toe ek terug Suid-Afrika toe. Daar was toe hier niks te doen nie, ek sluit toe aan. Ek is toe 20 dae in die leer, 5 dae in die hospitaal en ek is uit. Medies ongeskik. En so het ek toe uiteindelik aangesluit by André Huguenet. Vir André het hy gespeel in stukke soos As Mure Kon Praat, Is Jy 'n Bokreier en Helshoogte. Daarna volg Absalom My Seun, waarin Peer die rol van die sienerseun Pinkie vertolk het. Ek stig toe die geselskap Peer de Wet met Paula Steiger, James Norwell, Anna Norwell, Rudolf Nell en natuurlik ekself. Ons eerste toer was die verwerking van Gaslight onder die naam van Satans Loon. Hy was bekend daarvoor dat hy ook baie moeite gedoen het met die inkleding van sy opvoerings en so deurgaans 'n hoë standaard gehandhaaf het. Gedurende die toer nader verskeie mense my met die idee ek moet tog weer Pinkie speel. Die Pinkie het 'n geweldige indruk gemaak. Toe besluit ek om 'n stuk te skryf met Pinkie in die hoofrol. En ek het verskriklike sukses daarmee gehad. Daarna word ek genader deur Volksteater Pretoria en hulle vra my om hulle op 'n professionele basis te plaas. Ons stig toe 'n geselskap, die Peer de Wet Volksteater Geselskap. En daar sluit toe by my en Paula aan, Annetling Pool, Gert van der Berg en Jan Cronje. Ons toer toe die noordelike Transvaal met Pinkie en met 'n Korrels en Kaf wat die eerste keer ooit was en ek dink dit is nog nooit weer gedoen dat 'n professionele geselskap 4-1 bedrywe opvoer nie. Dit was 'n eksperiment. Dit was 'n groot sukses. En gedurende die toer het ons gereël dat vir ons 'n stuk geskryf word die goeie oue tyd waarmee ons getoer het dwars deur die land en dit was toe ook my laaste stuk. Ek is daarna rolprente toe. In die goeie oue tyd wat spesiaal deur Sita vir hulle geskryf is, het Peer de Wet met Volksteater saamgewerk. Anna Nietling Poel, Paula Steiger, Gert van der Berg en Jan Cronje het toe saam met hom getoer. Hierdie toneelstuk speel hom af in die tyd van Simon van der Stel. Dit is later verfilm onder die titel Simon Beyers. Ons kind. As sy sterf, wil ek die kind nooit weer sien nie. Beheer jou, Nicolaas. Dis jou seun, jou naamgenoot. Deur hom sal Getreide bly voortbestaan vir jou. In hom sal jy haar altyd sien. Hoe kan iemand anders Getreide se plek in my lewe vul? Dis onsin. As dit nie vir die kind was nie, was sy nou nog gesond en sterk. Dan bly ek nie 'n dag langer in hierdie land nie, dan gaan ek terug Holland toe. Maar sy moet leef. Sy moet leef. Verstaan jy dan nie, Maria? Trekkie is so deel van myself, dat ek,
Ek weet nie waar haar lewe ophou en myne begin nie. Sy kan nie nou vir my weggeskeer word nie, dit is onmoontlik. Verstaan jy dan nie? Ek verstaan, Nicolas. Maar vir jou sal daar altyd bly. Die herinnering aan julle liefde en julle kind. Die kind? Jy praat alweer van die kind. Hoeveel maal moet ek vir jou vertel, ek wil die kind nooit weer sien nie. Ek wil hom nie weer sien nie. Nog een speler van destijds, wat ook als jong acteur bij André Huguenay begin speel het, was die bekende toneelveteraan Johan Fourie. Hij is in 1913 op hulle familieplaas Houtkraal in die district Philipstown geboren. Later het hulle die plaas verkoop en De Aar toegetrek. Van kleins af het Johan in toneelspeel belang gestel en daar was nie reisende geselskapse opvoerings wat hij ooit misgeloop het nie. Hij was of gordijntrekker of deurwachter of hy die plekke aangewys. En by die bioscoop op die dorp het hy sy gereelde sitplek gehad en ook 'n seisoenkaartjie. In sy matriekjaar het André Huguenay De Aar besoek en Johan het gevra om in sy geselskap opgeneem te word. In 1931 sluit hy by André aan en die eerste stuk waarin hy speel was by die Ou Meelstroom. Sy medespelers was die grootes van destijds. Mense soos Wenaan Oudie, Paula Steiger en Johan Nel. Ander toneelstukke waarin hy saam met André opgetreed was Die Doodvonnis, Die Kwaksalver en Die Tweede Greta. In 1932 is hy weg by André en het toe met sy eie geselskap begin. Baie jare van swaarkry het gevolg, maar hy was 'n mens met baie deursettingsvermoë en boonop was toneel vir hom alles, sy hele lewe. En so die naam Johan Fourie by die mense op die platteland bekend geword. Tot en met sy uittrede uit die toneel het hulle na sy opvoerings gestroom. Dit was een van die weinige toergeselskappe wat deur die jare goeie winste gemaak het. Hy het in 'n stadium tot 3 geselskappe gehad wat gelyktydig deur die land getoer het. In 1964 het hy 'n wingerdplaas naby Wellington gekoop. Buiten boer het hy ook sy eie drukpers gehad en al die nodige drukwerk van sy toneelbedrywighede en ook die organisasie van sy toere is van die plaas afgedoen. Johan Fourie het in die vroeë 70er jare op sy plaas afgetree, nadat hy 40 jaar lank gereeld voor gehore oor die hele land opgetree het. Daar op Suikerboskraal het hy ook siek geword en in Oktober 1977 is hy op 64-jarige ouderdom oorlede. Deur die jare het hy 3 hoofdames gehad wat die hoofrolle in sy stukke vertolk het. Eers was daar Mersha Minnar, toe Rina Botha, wat later elektrise en drama op Stellenbos was, en daarna die bekende actrice Lida Meyring. Ik heb het in 1939 bij André Huguenay aangesluit. Ik had om die datum te verklappen, maar ons loopt maar zeker moet doen. Hij was toen bezig met die Kwaksalver. Daar heb ik toen Johan Fourie ontmoet. Hij was ook een van die spelers geweest. Ons het zomaar binnenkort baie goed bevriend geraakt en baie gesels oor toneel en oor die toekomst. En Johan se droom was altijd om zijn eigen geselskap te hebben. En toe bietjie later het hy my gevra of ek nie sal dit oorweeg om sy hoofrolle te speel nie. Wel, ek het 'n bietjie oor dink en ek was ook maar 'n baie ambisieuse mens gewees. En met my 2 pondjies 'n week wat ek by André verdien het, het ek toe gedink ek gaan hom nou iets beter doen daarin. Ek het ook. Nou ja, toe is ons op 1940. In 1940 is ons toe op toer. Ons eerste stuk was by die Ou Meelstroom. Toe het ons nou moed gekry en die volgende stuk was 'n klug. Dit was Beloftes Maak Skuld. Dit was 'n vertaling van Eliza Comes to Stay,
en het was mijn geliefkoosde stuk. Het was bij een soort van een Pygmalion-part. Zij komt in als een wrak en dan ontwikkelt zij een rechte glamour girl. Nou ja, hier is succes, die stuk was ook een groot succes geweest. En maar toen willen ze nou iets meer ernstig doen. En ons het ook gedink oor dramas. En er was één drama, één boek wat ik altijd gelezen heb van Marie Corelli, Vendetta. En dit was nou mijn droom dat ons dit boek nou moet verwerken. Het had een wonderlijke plot gehad en baie boeiend. En goede spelkans. En Johan baie daarvan gehou. Wel, dit het afgespeeld in Italië en Naples. Met die cholera plaag in 1886. En ek het mij te voorgestelde, een lieflijke Italiaanse villa als achtergrond, als decor. En ek, as ek nou moet singen, ek moest me altijd gesing het. Een baie gesofisticeerde Italiaanse liedje. Maar toen ik nou weer Johanse sê hoor, kom ik met die gedurige titel tevoorschijn. En hy sê toe, hy dink, dit moet mee wees, oe boerenplaas. Wel, hy het so verwerk, daar sit ek maar in die boerenwoning en ek sing maar oe boerenplaas. Maar hy was weer reg, want het absoluut geweldig mense getrek. Voor mij om van Johan Fourie en zijn toneelgezelschap te praten, is werkelijk om van een hartstuk van mijn leven te praten. Het gaat baie diep, want ik heb daar 12 jaar, van mijn 18e tot 32e jaar, bij hem gespeeld. Ik heb vroeg professioneel geraakt, want ik ben uit de vrienden uit mijn pa. Je weet, ik was als die boeren so in ons oude eetkamertje zit. Dan praat hulle oor dit en dat en so, en dan sê pa van Rienblom, klim op die tafel. Ja, dan klim ek op die tafel. En dan kon ek iets doen, maar altyd sê ek, nee, maar waar is my pennie? Hier is my pennie. En ek sien nog die hande na die binnensakke ingaan, en so het ek my geld vroeg al beginne maak. En vanuit hierdie romantische wereld, jy weet, met breed geskouerde helde en mooie vrouwen, beland ek toe in die laerskool onderwijs, en my wereld het heeltemal verdwyn. Je hebt een dadelijk gevoel, ik kan niet meer die dingen doen wat ik wou doen. Nie. En dit is dus Johan voor die toneelgezelschap op een faaldorpje aangekomen. En ik heb hulle ontmoet en ik heb bij die gezelschap aangesluit. Natuurlijk me in die gezelschap bevind. Ja, die populaire beeld is altijd, je weet dat het is een klomp zwervers wat die vlakte invaar en hele hotellen betalen. Maar bij hom was het net die teenoorgestelde. Hij was een goed georganiseerde klein instantie, gedisciplineerd. En amper conservatief. Eindelijk was ons conservatief. Ze mensen denken dat ons niet eerst in het publiek gerook het, bijvoorbeeld. Nee. Nou, daar, die gezelschap was van binnenaf geweldig loyaal, gemotiveerd. Jy weet. Daar was een gezonde geest. Ons het studieprojecten aangepakt en baie dingen gedaan wat andere mensen nooit zou vermoeden. En dit was dus een vreugde om samen met die gezelschap te reizen. Johan is een hoogst verantwoordelijke man geweest. Hij heeft met zijn beeld van leefwijze voor ons een voorbeeld gesteld wat wonderlijk navolgbaar was. En dit moest een uitwerking gehad op de spelers. En ons het ons taboes gehad. Je mag nooit laat geweest zijn. Voor die bus in die ochtend niet. Je mag 7 uur voor die gremeer tafel. En al die dingen. Baie netjes geselskap. En die 12 jaar bijvoorbeeld kan ik niet onthouden. Ik wonder of ons meer dan 4 keer het dorp moest kanselleren. Wie in zijn goede organisatorische vermoens. Nou, dit wat betreft die geest in die geselskap, in mij heeft het iets ontlont, dit het mijn leven motiveert. Ik heb vroeger, je weet, gedroom, die soort van dingen. Maar nu was mijn ideaal mijn werk. Dus het was persoonlijk mijn geweldige stuurkracht om daar te beginnen. Ik heb in 1957 bij Johanse geselskap aangesluit. En in daardie jaren heeft hij vertalings uit die Engels gedaan, zoals bijvoorbeeld The Patsy, wat hij Tinkie die stiefkind genoemd heeft. The Living Room van Graham Greene, wat hij hier terug mijn kindje genoemd heeft. Dit was ook mijn eerste optreden geweest. En Johan was baie ingesteld op titels geweest, want die titels moest daar wees om die mensen naar die zalen toe te lokken. En dan heeft hij ook baie stukken zelf geschreven, zoals As Skoonmaak om Huis Hou, Esther die Maltrap, Daar Kom om Kali en nog vele ander. Wel, ik denk ons toeriste succes was toe te schrijven aan die feit dat Johan absoluut zijn publiek gekend. Ik wil baie keer wil ek
Broadway hits moet ons op die planken brengen. Maar hij het net, ik heb ook gezegd, dan wil je voor die schapen spelen. Hij zei, nee, ik speel voor die pitten. En die mensen waar daar is, waar het geniet. En dan weer het hij uitgevonden om een goede titel of een trektitel te gebruiken. Als halfte van die oorwinning. En hij heeft daarop afgekomen die liedjes, wat hij gebruikt als titels voor die stukken. Die was nou net die beste van al die trekkers. Die stukken wat ons opgevoerd heeft, was gedramatiseerde liefdesromans over die algemeen. En die stukken was ijl, je weet, die motivering, die handeling, ongemotiveerd, karakteropbouw, min. Dat was eigenlijk die kans voor een speler om een spectrum van karaktertransformaties ervaring te krijgen op die gebied nie. Maar wat wel die geval was, is dat die stukken het sterk emotionele, zal ik maar zeggen, actiekolle gehad. Die stukken het opgeval in expositiegedeeltes, je weet waar spelers om een tafel gesit het, thee of koffie drink het, en dan praat hulle oor dit wat was en dit wat nog gaan kom, en dan kom die hoofspelers op en hulle dra daar die momente. Nou het jy instinctief, as jy talent is, gehad het, het jy instinctief gevoel, nou moet ek die grond van daar die saak peil. Ek moet so spelen dat het geloofwaardig word, dat het leef. In daardie jare het Johan populaire boeken opgevoer. Ek meen hulle het hulle verwerk tot verhoogstukke, soos Jacaranda sal weer blom, Groen Koring, tot ons weer ontmoet. En want hy het gereken, hy sou die massas daarmee kon trek. Jy weet, daardie tyd het die boeken 'n groot leserspubliek gehad. Nou, verder, die decor was baie eenvoudig. Ek meen, ons kon nie veel dinge saamry nie, want die distansies en die beperkte ruimte uit die aard van die saak. Maar dan het die eindelike aanhef voorgelê. Die gehoor van hulle was ek baie, baie lief. Ek het altyd, jy weet, dit voor die opvoering begin deur die gaatje geloer, klein gaatje gemaakt, deur geloer, om te sien daar sit hulle. Het was my so wonderlik om hulle te sien sit, so aangetrek, so vol verwagting. Ek was ontsettend lief vir hulle gehoor, maar ek was doodsbang vir hulle, want hulle was nie beleefd nie. Hulle het hulle 4 shillings voor by die deur betaal, en as hulle inkom, dan wil hulle vermaak word. En jy weet, hulle het doodgewoon, as jy nie hard genoeg praat nie, dan skree hulle, ek kan nie hoor nie, skree hulle uit die gehoor. En as jy byvoorbeeld, sê nou, jy speel 'n droewige toneel, of jy is in angst, of wat jy ook al daar doen, want dit was hoofsaaklik situasiespel meer, nie soseer medespel, meer situasiespel. En as jy dan so iets nie met oortuiging doen, jy het hulle gelag. Hulle het brutaal gelag vir jou. En dit was een geweldige ontsteltenis as hulle skielik vir jou lag. Met die gevolg, dan werk jy maar weer aan jou gegewe. So dit het altyd een soeke na waarheid het dit geblei. Johan se manier van africhting was baie gemakkelijk. Hy het mense baie thuis laat voel. En daar die gewone ou temperamentele uitbarstings was daar omtrent niks van nie. En regie was daar nie. Johan het achter in die saal gaan staan en hy het gesê, nie, dit is nie goed nie, dit is glad nie goed nie. En dan moes jy in jou gegewe delf aanhoudend tot jy op die waarheid kom. Ek is hom bly, ek is bly vir hom daar, want hy het nooit 'n blauwdruk op ons afgedruk nie. Hy het jou vrygelaat om binnen jou situasie werklik te dink en na jou tegniese dinge te soek. As speler was Johan baie gewild. Hy kon enige rol speel. Drama of klug. Oud of jong, vooral in sy vertolkings as bejaarde oumans, het hy absoluut uitgeblink. Johan was vir my baie goeie speler en 'n ontspanne speler. En hy was 'n man met 'n geweldige verantwoordelikheidssin, baie initiatief. Hy het byvoorbeeld sy eie drukpers op sy plaas gehad en het repetisielokaal daar gehad en die lokaal waar hy dekor gebou het en so aan. En hy kon saans sy gehoor so goed skat. Hy kon tot die naaste cent kon hy vir my sê wat die opbrengs sou wees. En as ek na die tyd gaan afreken met die plekbespreker, het ek my altyd verbaas en verstom, want hy was, op 'n paar sente was hy in die kol. Johan was 'n goeie mens. Hy was sag, stil van geaardheid, maar hy het geweet net wat hy wil hê. En hy het 'n geweldige deursettingsvermoë gehad. Sy voete was vast op die grond. As ons die naam Johan Fourie noem, dan is die naam Volkstoneel eintlik vanselfsprekend.
En ek dink, nie net vanselfsprekend nie, hy het beslis die grootste bydra gelever tot die vorming van volkstoneel. Hy het die grootste bydra gelever in die opbouwing van een publiek vir volkstoneel. Alhoewel hy die een is wat die meeste in stilte gewerk het. Jy het nooit Johan se naam in koerant advertenties gesien nie. Jy het nooit recensies in ons prominente koerante gesien nie. Johan het in die stilte gewerk en hy het groot werk gedoen. Hy het vir 30, 35 jaar, elke jaar ten minste 200 dorpe besoek, wat 'n merkwaardige prestasie is, altyd voor volsale gespeel. Ek dink dit is iets wat ons moet begryp, dat solank as daar sinvolle, lewende theater in Afrikaans gaan wees, dan sal daar volkstoneel moet wees. Ons kan alles probeer. Ons kan probeer met nuwe genres, nuwe rigtings, nuwe style. Ons kan alles doen. Maar selfs nou in die dae van die streekrade is dit vir ons bewys dat sinvolle, lewende theater, dit is kontakteater, waar die mense jou antwoord met hulle voete wat oor die drempel stap, dan moet daar volkstoneel wees. En Johan was die groot exponent van volkstoneel in Suid-Afrika. Nou, as die mens nou so praat van Johan Fourie se bydra tot die Suid-Afrikaanse toneel, dan moet ek som totaal sê, ek dink sy grootste bydra is die feit dat hy daar was. Dit het hom bestaansreg gegee, dat hy mense soos ek en baie ander kon akkommodeer, wat dan later ernstiger werk kon doen. Dit, en die feit dat hy vir soveel jare een levende stroom van mense na die sale laat kom, dit was iets levens, daar die collectieve ding van die theater het spontaan bestaan. En dit denk ek is een geweldige belangrike bydra, want miskien sou mens kon sê, dat as jy uit daar die ontspanningstoneel een beter volkstoneel kon bou en dan geleidelik beter, het ons miskien een beter theater vandag gehad. Maar dit is moeilik om oordeel daaroor te vel. Stukke is nie nodig vir my om op te noem nie. Die twee keer wat hy probeer het om beter ontspanningstoneel te bring, toe hy die Langenhoef in Eenmans aanbieding gedoen het, waarvoor hy baie goeie recensies gekry het, en ook die wereldberoemde Riller van Hitchcock, Skakel en Vermoord, saam met André Huguenay aangebied het, was het een geweldige verlies by die deur, soos ons altyd gesê het. Nou ja, dit is eintlik onmoontlik dat hy beter dinge kon doen. Die stukke wat destyds aangebied was vir ons om te doen, het in elk geval ook maar nie die tyd oorleef. So hy het gedoen in omstandighede, denk ek, wat hy die beste kon doen. En dit beteken vir my baie. Ek denk dat hy is huidelike naam geword, en ek denk eerlik waar dat hy vir baie, baie mense plesier gebring het, al was dit op die randkant van die theater. Nog een bekende toergeselskap was die van Jaapie van Niekerk. Hy het by Wien en Oudé begin speel en so ook sy vrou, Pikkie Versteller.
In 1949 het Jaapie en Pikkie by die Nationale Toneelorganisatie aangesluit en die eerste stuk waarin hulle opgetreed was Minnaar onder die Wapen, de vertaling van Arms and the Man van Bernard Shaw. Ander stukke waarin hulle vir NTO gespeel het was Die Indringer, Candida, Opa Brompie en Die Ryk Weduwee in 1953. Dit was hulle laaste toer as beroepsspelers. Hulle het besluit om na baie jare van rondswerwe stil op hulle klein hoeve naby Pretoria te gaan woon. Pikkie is daar oorlede in 1974, toe sy 61 jaar oud was. Pikkie Verster was 'n baie talentvolle en gewilde speelster, so het Wena Nodee by wie sy begin speel het ook gesê. Haar vertolking van Madame Petkoff in Minnaar onder die Wapen was iets heel besonders. En toe Candida van Bernard Shaw deur NTO opgevoer is, het die bekende speelster en regisseuse Marda Wijn gesê, "Der is nie nodig om 'n aktrise vir die rol van mevrou Prossie in te voer nie. Julle het die wêreld se beste Prossie, Pikkie Verster." Voor ware kompliment. Ek het in 1939 by Wena begin as 'n toneelspeler, rou van die Boland af. En ek het by haar gebly tot 1944. Haar die stuk wat sy opgevoer het toe ek haar die eerste keer gesien het was Annemarie. En in 1940 het 'n rooikop aktrise by haar aangesluit met die naam van Pikkie Verster. En die Pikkie Verster en ek is 'n jaar later, 6 September 1941 in op die verhoog in die Parel getroud. Pikkie is gebore op Prins Alfred Hamlet in Nabeceres in die Kaap. Sy het by Wena aangesluit in 1940 en smaf van die begin af as sy 'n sukses as 'n aktrise. Toe ons later getroud is, het sy die hoofrol in My Geselskap gespeel. Ons het by Wena aanhou speel, een stuk na die ander, tot ek Oscar Wilde se Lady Windermere's Fan verwerk het in 'n toneelstuk. En ek het besluit die toneelstuk wil ek self opvoer. En ons het toe afgestig in 1944. Ek het die stuk genoem Aan Mara Waters of By die Bitter Waters. The Patsy het ek verwerk en genoem Die Verstoteling. En daarna het ons Daphne du Maurier se Rebecca gepak. Dit was 'n harde stuk om te verwerk, maar ek het hom reg gekry en dit was seker my grootste sukses, met Pikkie veral as Danvers. Sy het die mense bang gemaak met haar spookagtige vertolking van daardie fantastiese mooi rol. Nou, Rebecca het ons mee aangegaan totdat André Huguenet eendag die opvoering kom sien het. En dit was, hy was toe op soek na iemand of spelers vir die tweede toer van NTO, Nationale Toneelorganisatie. En hy besluit toe dat hy vir Jaapie en Pikkie daar wil hê. En so het gekom dat ons twee toe uitgenooi is om by NTO aan te sluit. Kaaklin se atelier. Om hierin te stap is amper soos om terug te stap in die verlede. Terug na die 30er en die 40er jare, toe Afrikaanse beroepsspelers hier hulle foto's laat neem het. André Huguenet en Berdien Groenewald breek nog in die venster. En in die mure, tussen vandagse foto's en in die stoorkamers, is daar hope gesigte van een en almal van die ou toergeselskappe. Akkersdijk was die man wat aan die begin van die eeuw in die Kaap die wereldberoemde vermakelijkheidssterre wat nog door die ou acteurbestuurders en door African Theaters uitgebring is gefotografeerd het. Maar daarna het ander gekom wat ook die lief en leed van die toneel samen die acteurs van vroeger gedeel het en zo ook deel was van ons theatergeschiedenis. Daar was Jane Plotts, Constance Stewart, Anne Fisher, Leon Lefsen, Martin Gibbs, om maar net een paar te noem, en natuurlijk Kaaklin, wat nog kan onthou en kan vertel. Voor hierdie kamera het menige speler reg gesit vir 'n foto. Remember Paul de Groot? He was the first Afrikaans actor I photographed. The play he came
toen voorgaf was of de misdaden van de vaders. He was born by Henrietta Duval and he was very charming. I remember André Huguenin, he came many times with all his different productions and he was a bit temperamental, but in front of the camera he was very easy to work with. They used to spend a lot of time making up different costumes, different makeups, and the result was always best I could wish for. André Huguenin's leading ladies were Ina de Toy, Lydia Lindecu, Paula Steger, Wiener Nodie, Anna Nedling-Paul, Berding Groenewald. They were all easy to photograph, they were charming, and whatever we posed them, they were just natural and they were very helpful to get the best results we could wish for.